Opmerkelijk genoeg blijkt de nieuwe brasserie van Rachel Hazes in het Spaanse Torremolinos zich op steenworp afstand te bevinden van de woning van Annemarie Westenberg, de moeder van Monique Westenberg, aan wie Rachel een hekel heeft. Het nieuws over de brasserie bracht enige onrust, waarbij geruchten over ruzie en geluidoverlast de kop opstaken. Volgens showkenner Bart Ettenkoven lijkt er sprake te zijn van twee kampen in Torremolinos. Aan de ene kant zijn er positieve geluiden over de brasserie, terwijl aan de andere kant mensen klagen over te harde muziek, geluidoverlast voor de buren en conflicten onder het personeel. Patty Bracht speculeert over de mogelijke betrokkenheid van Monique Westenbergs moeder, Anne-Marie, die in de buurt woont en veel vrienden in Cariuela heeft. Volgens Patty heeft zij invloed uitgeoefend om ervoor te zorgen dat haar vrienden niet naar Brasserie Hazes gaan, waardoor er nu twee kampen lijken te zijn, een kamp Hazes en een kamp Westenberg. Patty suggereert zelfs dat het probleem zich verplaatst heeft van de ene locatie naar de andere en merkt op dat er veel negatieve opmerkingen zijn over de brasserie en de harde muziek. Ze concludeert dat er onrust is in Torremolinos, en dat lijkt een vaststaand feit te zijn.